Ik heb weer een nieuw aandeel toegevoegd aan mijn portefeuille. En in deze video wil ik samen met jullie kijken waarom ik dit aandeel heb toegevoegd aan de hand van een uitgebreide analyse. Verder geef ik natuurlijk weer een overzichtje van mijn huidige portefeuille op het moment, zodat ik weer volledig transparant kan blijven en jullie mijn portefeuille dus op de voet kunnen blijven volgen. Laten we, zoals altijd, weer beginnen bij het overzichtje van mijn portefeuille. En dat doen we op mijn broker, De Giro. Wat we zien is dat mijn totale portefeuille in waarde gestegen is tot boven de 7000 dollar en dat ik een totale winst heb op het moment van bijna 2200 dollar. Wat neerkomt op zo'n 45 à 46 procent, waar ik relatief tevreden mee ben natuurlijk. Ten opzichte van de vorige video is er, wat betreft de totale bedragen, niet heel veel veranderd. Natuurlijk heb ik wat extra ingelegd met mijn maandelijkse inleg en is de winst iets gestegen. Maar dat dit nou echt grotere veranderingen zijn, durf ik nog niet te zeggen. Ook in de bedrijven zullen we dus logischwijs niet veel grote veranderingen zien. Sommige bedrijven, zoals AB en AMRO, zijn iets gestegen en sommige bedrijven, als bijvoorbeeld een FRX zijn iets gedaald. Dit komt natuurlijk grotendeels doordat de markt eigenlijk niet zo heel veel gedaan heeft de afgelopen maand. Het is vooral zijwaarts bewogen. Sommige dagen waren heel groen, sommige dagen waren heel rood, en natuurlijk had dit ook zijn reflectie op mijn portefeuille. Toch heeft dit er vreemd genoeg juist erg voor gezorgd dat ik super tevreden ben met mijn investeringen. Ondanks dat ze niet in één keer heel veel gestegen zijn. En ik zal jullie uitleggen waarom. Afgelopen periode was de markt toch wel redelijk onzeker. We zagen dagen van 3% stijging, maar ook dagen van een 3% daling. Dus er was veel volatiliteit en veel onzekerheid. Mijn doel met investeren is dat ik zelf juist wil investeren in bedrijven die wat zekerder zijn, maar zeker wel groeipotentie hebben. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een Adobe, wat ook een van mijn grootste posities is in mijn portefeuille. En over de afgelopen weken hebben mijn aandelen zich goed staande gehouden. Natuurlijk was er wel eens een daling van 5% of een stijging van 5%, maar over het algemeen bleven ze redelijk hun waarde behouden. De afgelopen weken waren daarom voor mij persoonlijk echt een mooie bevestiging dat hoe ik dacht dat ik aan het investeren was, ook daadwerkelijk werkt. Zoals ik al zei, investeer ik in iets veiligere groeiaandelen die in tijden dat de markt het moeilijk heeft en er veel onzekerheid is, toch nog wel zichzelf goed staande kunnen houden. Afgelopen weken in een volatiele, onzekere markt hebben deze aandelen dit gedaan en was er dus gewoon een mooie bevestiging voor mij. Zelf geloof ik nog steeds enorm in de bedrijven in mijn portefeuille en ik denk ook dat er gewoon simpelweg nog veel groeipotentie zit in elk van deze bedrijven. Een ander bedrijf waar ik heel veel groeipotentie in zie is mijn meest recente aankoop en een nieuw aandeel in mijn portefeuille. Deze wil ik natuurlijk in deze video samen met jullie bespreken en het is het aandeel Ping Identity Corporation. Die jullie kunnen vinden op de Giro onder het tickersymbool Ping. In de vorige video van afgelopen maandag heb ik het aandeel al globaal besproken, dus al die basic informatie wil ik in deze video niet echt meer behandelen. Ben je daar alsnog in geïnteresseerd en wil je gewoon een globale analyse van het bedrijf, verwijs ik je zeker door naar die video die nu met een ietje boven in het beeldscherm verschijnt. Maar voor deze video wil ik jullie meenemen in mijn gedachtegang en hoe ik uiteindelijk tot de beslissing kom om nou echt een aandeel toe te voegen aan mijn portefeuille. Dit doe ik natuurlijk aan de hand van een uitgebreide analyse. En voor het aandeel Ping Identity wil ik dit opsplitsen in twee gedeeltes. Eerst wil ik namelijk gaan kijken naar technische gedeelte, oftewel een technische analyse van het aandeel. En later in de video komen we terug op een fundamentele analyse die nog verder gaat dan de globale analyse van maandag. Laten we ook beginnen met de technische analyse van het aandeel Ping. En om die uit te voeren hebben we natuurlijk de koersprijs en het verloop daarvan van het bedrijf nodig. Waar ik bij een technische analyse vooral naar kijk zijn de belangrijke lijnen, dat zijn namelijk de support en resistance lijnen. Het is redelijk de basis van een technische analyse, maar naar mijn mening toch echt wel de twee belangrijkste lijnen. En wat we zien in het historische koersverloop is dat op het moment het aandeel een stuk lager gewaardeerd is ten opzichte van de highs van een paar maanden geleden. Omdat de huidige koersprijs dus een stuk lager is, wil ik eerst gaan kijken naar de supportlijn. Oftewel de ondergrens om maar zo te zeggen. Deze lijn kunnen we ongeveer trekken rond de 22 dollar. En met een huidige koersprijs van net boven de 23 dollar zitten we dus nog maar net boven deze lijn. En hangen we dus een beetje rond deze support. En alleen op basis van dit puntje lijkt het dus al een mooi moment om in te stappen in het aandeel. Verder kunnen we de bovengrens ongeveer zetten op rond de 36 dollar. Dit is wel echt een punt waar het aandeel moeite heeft om doorheen te breken. Wat we meermaals zien in de afgelopen weken en maanden is dat het aandeel stijgt, stijgt, stijgt. Maar zodra die rond de 35 à 36 dollar komt, die toch weer een kleine correctie oftewel een daling ziet. Bijvoorbeeld in februari van 2020. Toch geeft deze resistance line, die rond de 35 à 36 dollar ligt, een upside potentie van zo'n 40 à 50 procent. Wat toch wel echt enorm is voor een aandeel. Dus kijken we puur naar de technische analyse, wat we zojuist hebben gedaan aan de hand van deze support en resistance lijnen. Dan is het op het moment een goed moment om in te stappen in het aandeel Ping Identity. Maar gelukkig gaat beleggen toch echt wel een stukje verder dan simpelweg naar een paar lijntjes in een grafiekje kijken en puur aan de hand daarvan je beslissing maken. Mijn favoriete manier om te bepalen of een aandeel echt van toegevoegde waarde is voor mijn portefeuille is toch wel een uitgebreide analyse, waarin ik naar keiharde cijfers kijk die bijvoorbeeld in het kwartaalrapport, het jaarrapport en de cashflow statement staan. Toch wil ik voor nu juist beginnen met het waarderen van het aandeel, aan de hand van de intrinsieke waarde. Dit doe ik om zo extra duidelijk te maken waarom ik het aandeel van Ping Identity ondergewaardeerd vind en welke growth rates ik in de toekomst voorspel voor Ping Identity, waardoor ik tot deze waarde kom zodat ik later in de video, wanneer we echt gaan kijken naar de kwartaal- en jaarrapporten, juist kan toelichten hoe ik aan deze growth rates kom en waarom ik ze dus gerechtvaardig vind. Dit om het allemaal zo duidelijk mogelijk te maken voor jou, de kijker, zodat jullie een volledig inzicht krijgen in hoe ik een aandeel waardeer en hoe ik dus uiteindelijk tot de beslissing ben gekomen om het aandeel van Ping Identity toe te voegen aan mijn portefeuille. Zoals jullie waarschijnlijk wel gewenst zijn van mij, bereken ik de intrinsieke waarde van een aandeel aan de hand van het Excel-schema. En ook voor bedrijf Ping. Heb ik weer drie verschillende scenario's ingevuld, waardoor ik tot een intrinsieke waarde kom van het aandeel van zo'n 30,82 dollar. Wat dus een stukje hoger is dan de huidige koersprijs van net boven de 23 dollar. Om tot deze intrinsieke waarde te komen, heb ik drie verschillende scenario's gewogen. Met een weight van 60% kans op een normale scenario en 20% voor het slechtste en het beste scenario. Een normaal scenario voor Ping Identity ziet er voor mij uit met een groei van 10% voor de aankomende 5 jaar en een groei van 12%. In de vijf jaar daarna, omdat ik simpelweg gewoon heel veel vertrouwen heb in de cybersecurity sector. Natuurlijk zijn bij elke scenario's de terminal multiples net wat hoger, maar dat komt omdat Ping op het moment nog niet winstgevend is en echt nog in de groeifase zit. Verder zijn voor de slechtste en het beste scenario de naar mijn mening toepasbare en ook juist toepasbare growth rates: 5% in de eerste vijf jaar en 10% in de vijf jaar daarna. Voor het slechtste scenario en voor het beste scenario een 15% groei voor de aankomende 10 jaar. Dus kunnen we wel tot de conclusie komen dat puur op mijn verwachtingen gebaseerd het aandeel ondergewaardeerd is en dus mooie rendementen kan opleveren voor in je portefeuille. Alleen op dit kanaal doen we het niet zo simpel. Wat ik juist aan jullie wil duidelijk maken is hoe ik aan deze verwachte growth rates kom en waarom ik juist denk dat de markt deze growth niet helemaal correct inprijst. Dus gaan we uitgebreid kijken naar de cijfers van Ping Identity. Om de belangrijkste gegevens weer even kort op een rijtje te zetten. Ping is een cybersecurity bedrijf dat zich echt specialiseert in de flexibele beveiliging, dus de gepersonaliseerde cybersecurity voor bedrijven. Afgelopen jaar groeide de omzet tot 259 miljoen dollar, wat zo'n 15% hoger was dan het hele jaar 2019. Wat ik ook nog een erg sterk punt hiervan vind, is dat 92% van hun totale opbrengsten uit subscriptions, of in het Nederlands abonnementen, komt. De mensen die mijn video's al wat langer kijken weten dat ik erg fan ben van een abonnementenservice. En het is namelijk omdat hier vaak hele hoge marges op zitten. De abonnementen en het product dat hier aan gebonden is, kost in eerste instantie veel geld om te maken. Maar zodra het eenmaal af is en gespecialiseerd is, kost het het bedrijf bijna niks meer. Met als gevolg dat de marges, dus de winstmarges voor het bedrijf, over het algemeen erg hoog zijn op deze producten. Jullie zijn natuurlijk ook niet helemaal gek. Meer winst betekent over het algemeen meer performance voor het bedrijf en meer returns voor de aandeelhouders. Wat naar mijn mening dus een goed teken is. En waarom ik dus ook zo fan ben van deze subscription models. Ping Identity voorspelt voor het aankomende jaar een groei van zo'n 10%. Dit was natuurlijk ook de groei die ik opgenomen had in mijn intrinsieke waardemodel. Maar ik denk zelf dat voor de lange termijn de groei van Ping Identity nog een stuk hoger kan uitvallen. En dit is juist waarom. Veel bedrijven hebben tijdens de coronacrisis toch echt wel zware klappen te verduren gehad. Natuurlijk, een bedrijf als Amazon heeft veel meer verdiend. Maar over het algemeen zijn de meeste bedrijven juist in inkomsten achteruit gegaan. En ik denk zelf dat een van de makkelijkste posten om het op te besparen is toch echt wel de gepersonaliseerde cybersecurity. Nou moet je dit niet zien als bedrijven die al cybersecurity hadden en het in één keer van de hand doen. Want zo werkt het nou eenmaal niet. Nee, ik zie het meer in het feit dat bedrijven die normaal gesproken deze cybersecurity van bijvoorbeeld een ping zouden aanschaffen, dit nu juist uitgesteld hebben. Omdat ze moesten focussen op een core business en het bestaan daarvan. Want wat ik al zei, tijdens deze pandemie hebben ze natuurlijk veel minder omzet gedraaid en dan is er nou eenmaal minder mogelijkheden om uit te breiden. Alleen denk ik op de lange termijn dat al deze bedrijven toch echt wel zullen moeten uitbreiden naar deze online services. En dat cybersecurity hierbij dus een gigantische rol gaat spelen. Daarom denk ik dat er in de iets verdere toekomst een steeds maar groeiende rol is weggelegd voor cybersecurity, maar natuurlijk ook voor ping identity, die op het moment uitstekend gepositioneerd is in deze cybersecurity markt en dus hier uitermate goed kan van profiteren. Om deze groei te realiseren is natuurlijk wel echt een kwaliteitsproduct nodig. En ik ben ervan overtuigd dat Ping dit heeft. Instanties als bijvoorbeeld T-Mobile hebben afgelopen jaar al een deal aangegaan met Ping. En ik denk dat dankzij het Ping Zero Trust netwerk er veel meer bedrijven zullen volgen. Wat deze Zero Trust beveiliging doet, is dat het ervan uitgaat dat elke vorm van externe informatie die bij het systeem komt en onbekend is, een vorm van gevaar is. Ping Identity stelt deze zero trust beveiliging zo gepersonaliseerd op een bedrijf af dat het echt gespecialiseerd is voor het bedrijf zelf. Want jullie snappen natuurlijk ook wel dat een bedrijf als Team Mobile een hele andere soort beveiliging nodig heeft dan bijvoorbeeld een supermarkt als een Walmart. Doordat Ping over de jaren heen bewezen heeft dat ze effectief deze service en deze software kunnen implementeren, denk ik dat het bedrijf heel goed op kan schalen. En dat het echt waarde kan blijven toevoegen aan een hoop bedrijven in deze transitie naar online. Bovendien bezit Ping ook nog een tichttal aan patenten die in de aankomende jaren nog niet zullen verlopen en waar ze dus een goed beroep op kunnen doen om deze groei die ze op het moment doormaken door te zetten. Het laatste belangrijke puntje dat ik nog even extra duidelijk wil maken is dat in het bedrijf Ping zo'n 10% groei is doorberekend. Het bedrijf heeft het zelf uitgesproken en we hebben ook gezien in de intrinsieke waardeanalyse dat ongeveer 10% is doorgerekend in de huidige koersprijs. Ik zelf denk echter dat het bedrijf een stuk harder kan groeien en dat je het dus dubbel en dwars terug kan zien in de investering. Met het delen van deze aankoop zijn jullie dus weer volledig op de hoogte van mijn huidige portefeuille. En hebben jullie ook weer kunnen zien hoe mijn portefeuille zich ontwikkeld heeft in deze afgelopen redelijk volatiele weken. Wil je mijn portefeuille nou op de voet blijven volgen? Abonneer zeker op het kanaal Leren Investeren. En bovendien, waardeer je deze openheid en dus ook transparantie om mijn portefeuille, beloon het ook zeker met een blauw duimpje omhoog. Hiermee help je mij en het kanaal echt verder mee. Voor nu opnieuw bedankt voor het afkijken van deze video en ik hoop je natuurlijk weer terug te zien bij een volgende video op het kanaal.